Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie presenteert aan u haar actueel programma Mix Run and Grow. In deze aflevering worden de afgelopen beleidsactiviteiten en actuele onderwerpen aangaande het ministerie van EZ belicht. Mix Run and Grow, een programma van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Goedendag kijkers, welkom bij de eerste aflevering van het actueel programma Mix Run and Grow van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. In deze aflevering brengen wij u de volgende items. ECD neemt een partij illegale producten in beslag. SSB organiseert Suriname Nationaal Kwaliteitsdialoog. EZ neemt deel aan paneldiscussie Financiële Educatie Minibeurs. VOS-studenten krijgen ondernemerstrainingen van EZ en EZ herdenkt 76-jarig bestaan. De Economische Controledienst ECD heeft op de Centrale Markt in Paramaribo controlewerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de controle heeft de ECD een partij illegale producten en middelen aangetroffen. Ook is tijdens een reguliere controle een grote partij landbouwchemicaliën als ook bestrijdingsmiddelen in beslag genomen. Deze middelen zijn van de schappen gehaald bij een supermarkt aan de Martin Luther Kingweg die ook in een onhygiënische toestand verkeerde. Het Surinaam Standaardenbureau, SSB, dat deel uitmaakt van het ministerie van EZ, heeft met Suriname Hospitality and Tourism Association SHATA als co-host en het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme met ondersteuning van de CARICOM Regional Organization for Standards and Quality, afgekort CROSSQ, een nationaal kwaliteitsdialoog georganiseerd. De nationaal kwaliteitsdialoog is bedoeld om de kwaliteitscultuur te bevorderen binnen de regio. De dialoog werd geopend door de waarnemend directeur van SSB, Tanwir Hassan Khan. Het SSB speelt hier een onmisbare rol in het waarborgen van deze kwaliteitsnormen. Als kwaliteitsinstelling zetten wij ons in voor het ontwikkelen van standaarden en het implementeren van deze standaarden die van toepassing zijn voor de toerismesector. Deze standaarden omvatten niet alleen de kwaliteit van de accommodaties, maar ook de veiligheid van de reizigers, de duurzaamheid van de diensten die we leveren en de bescherming van ons milieu. En nog veel meer. Echter moeten wij als land nog degelijk veel doen om kwaliteitsinfrastructuur in place te krijgen en om ons doel te kunnen realiseren voor de toerismesector. Vandaar dat wij vandaag als verantwoordelijke van de Nationaal Kwaliteitsinfrastructuur in Suriname samen met de CROSSQ, onze co-host SHATA en het ministerie van TCD een kwaliteitsdialoog hebben georganiseerd, specifiek gericht op de toerismesector. Deze kwaliteitsdialoog zal dienen als platform voor belangrijke belanghebbenden uit de industrie om samen te komen, ideeën uit te wisselen en gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze toeristische diensten. Het ministerie van EZ heeft actief geparticipeerd aan de paneldiscussie van de Financiële Educatie Minibeurs die georganiseerd is door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, en de Centrale Bank van Suriname. Het ministerie van EZ had ook een Financial Literacy Stand op de minibeurs waarbij de samenleving, voornamelijk jongeren, informatie konden krijgen over het ministerie van EZ. Investment opportunities en external funding was het onderwerp van de paneldiscussie geweest, waarbij er werd gediscussieerd over hoe Surinaamse bedrijven en ondernemers ondersteund kunnen worden. Vandaag hebben we voornamelijk gesproken over MKB, MKMO's, micro, klein en middelgrote ondernemingen, hun bottlenecks en hoe zij kunnen komen aan kapitaal. Hoe ze kunnen komen aan investering en hun toegang tot financiën. Leningen in het bijzonder. We hebben leningen belicht, we hebben fondsen belicht, we hebben ook een grantproject belicht.
En wat ook belangrijk is om mee te nemen, is dat technical assistance soms ook een belangrijke ondersteuning is. De kennis om te komen waar je moet zijn, is ook een vorm van ondersteuning, zeker. Access to capital, een van onze thema's vandaag. Het is een zware. En dat is dat ondernemers dus aan kapitaal kunnen komen, dat ze een lening kunnen aansluiten tegen een zachte rente. Of dat ze een grant, in aanmerking voor een grant kunnen komen. Dus die start-up kapitaal dat ondernemers nodig hebben, of kapitaal om uit te breiden, dat is een grote uitdaging. Het ministerie van EZ houdt zich voortdurend bezig met het faciliteren en ondersteunen van ondernemers. In dit kader hebben enkele studenten van het voortgezet onderwijs op seniorenniveau VOS ondernemerstrainingen aangeboden gekregen van het ministerie. Deze studenten hebben meegedaan aan de Green Young Entrepreneur Training van de Centrale Bank van Suriname. De studenten zijn ontvangen op het ministerie op donderdag 17 augustus jongstleden. Laat me dit zeggen als eerste dat ik trots ben op u als jonge leden. Want u bent de leden dat u een keuze heeft gemaakt om te zeggen van Jerema, ik ga niet wachten op die overheid. En ik ga niet solliciteren bij economische zaken om te zeggen, luister maar minister, ik wil werken bij economische zaken. Op deze jonge leeftijd, dat u dat wilt gaan doen, is al prijzenswaardig en is al een heads up voor uzelf. Dat je zegt van, ik heb nu al een plan ready. Ik heb nu al een idee ready om te gaan tot ondernemerschap. En het is niet makkelijk. Laat me dit zeggen. Ondernemerschap is niet makkelijk. Ondernemers zijn mensen die hun hele leven op het spel zetten om hun bedrijf in stand te houden. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft op 18 augustus 2023 haar 76-jarig bestaan herdacht. Minister Reshma Kuldeep Singh heeft tijdens de feestelijke bijeenkomst het personeel en de overige genodigden kort toegesproken. Het is een eer voor mij om leiding te geven aan het ministerie met uw ondersteuning. Inmiddels ben ik ook een jaar op het ministerie en ik moet zeggen, het zijn spannende momenten geweest. En het zijn nog steeds spannende momenten. En het gaan spannende momenten blijven omdat wij keihard willen werken om het ministerie goed uit te dragen. Maar we doen ons best om het ministerie te alle tijden draaiende te houden en onze naam in de samenleving hoog te houden. En weten op te bouwen met alle verantwoordelijkheden, deskundigheid en integriteit. En daarbij draagt elke ambtenaar op welke manier dan ook zijn bijdrage. En het is van eminent belang dat we de resultaten naar buiten brengen. En als team naar buiten komen. Ik praat altijd over teamwork. Het is niet leiding plus. Die minister krijgt wel die grani. Die directie krijgt misschien wel die grani. Maar u bent degene die het harde werk doet. En u krijgt vandaag alle grani van mij. Dat wij resultaten boeken op het ministerie. Dat was het voor deze aflevering van het actueel programma Mix Ranangro van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Blijf de activiteiten van het ministerie van EZ volgen. En bezoek onze Facebookpage, ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. We zijn ook te volgen via de website gov.sr en ook op YouTube, ministerie van Economische Zaken, Suriname.